bus met een harmonica, want de bus die was lang. En wat wil nou het geval? Voorin zat de bus stampvol en achterin viel het eigenlijk wel mee. Voorin stonden de mensen tot naast de chauffeur. Spitsuur. Dat zullen ze voorin wel gedacht hebben, want voorin leken de mensen ervan uit te gaan dat het overal in de bus zo vol was en dat mensen op een kluitje stonden. Voorin keken ze elkaar op een triomfantelijke manier tolerant aan. In hun ogen kon je lezen: jij staat met je tas tegen mij aan. Maar dat maakt mij niet uit. Ik begrijp het. Wij staan machteloos tegenover deze situatie. En moet je zien, ik kan er zelfs grootmoedig om glimlachen. Iedereen hier ziet de bus, dacht ik. Iedereen hier ziet de bus waar we in zitten, maar vanuit een net iets andere hoek. Dus iedereen ziet een andere bus. Dat dacht ik. In feite rijden we met wel 80 verschillende bussen door de straat. Terwijl de helft van de passagiers denkt dat het zo vol is dat ze op een kluitje moeten staan en elkaar welwillend, maar onwetend, in de ogen staren. En 100.000 mensen stappen hier van de trein, stromen op de perrons. Nog eens 100.000 mensen stappen hier van de bus, stromen uit de stations. Richting 100.000 mensen die zojuist zijn geland. En die zoeken naar ons in de trein en de bus op de volle perrons, zoals elke dag. Deze stad leeft van vreemden, voor het vermaak of de baan. Deze stad geeft ontheemden, één lange dag een bestaan. Zij die niet gaan, die hier bestaan. Zijn te vinden in het oude park of de drukke straat. Bij de gouden beelden of de vijver die in het zonlicht baat. Of ze lopen samen langs de poster waarvan de tekst vergaat. Ze bezoeken feesten, maar de gastheer is er niet eens bekend. Kom ik langs bij jou of kom je langs bij mij, zeg je me waar je bent. Ik heb ingesproken waar ik heen zou zijn. Donderdag heb ik hier nog wel aan de lijn. Dus ik kan niet vragen meer, maar die kans is nog wel klein. Nog eens 100.000 mensen stappen hier van de trein. En ze zijn te vinden in het oude park of de drukke straat. Bij de gouden beelden of de vijver die in het zonlicht baat. Of ze lopen samen langs de poster waarvan de tekst vergaat. Maar de gastheer is er niet eens bekend. Kom ik langs bij jou of kom je langs bij mij? Zeg je me waar je bent. Ik heb ingesproken waar ik heen zou zijn. Over donderdag heb ik je nog wel aan de lijn. Dus ik kan niet vrijdagmiddag, maar die kans is nog online. Nog eens 100.000 mensen stappen hier van de trein. Ik zit te bedenken, te denken aan kleuren als rood of als wit, als bijvoorbeeld.